In RTL Boulevard werd bulletproof koffie gepromoot, waarbij koffie met een flinke klont roomboter werd aangeprezen als gezond. Vivien Rijs, voormalige Goudkustactrice en zelfbenoemde hormoonexpert, beweerde dat dit drankje energie geeft, scherpte bevordert en zelfs kan helpen bij gewichtsverlies. Echter, na het proeven van de boterige koffie in de studio, werd een van de medewerkers, Rob Gooses, ernstig ziek. Hij deelde zijn ervaringen op social media waarbij hij meldde dat hij de hele avond en nacht last had van buikkrampen. Wetenschapsjournalist Adriaan terbraak uit de kritiek op de promotie van deze trend, die in 2014 al opkwam als bulletproof koffie. Hij benadrukte dat er geen bewijs is voor de beweringen van Vivien Reis en waarschuwde voor het hoge gehalte aan verzadigde vetten in het drankje. De kwestie leidde tot discussie over de verantwoordelijkheid van RTL Boulevard bij het delen van dergelijke trends en adviezen. Adriaan ter Braak noemde het onhandig en benadrukte dat experts het afraden vanwege het gebrek aan voedingsstoffen.